wilden de aandacht echt nog richten op wat we nog allemaal nog moeten doen tot 2015. Hè? Is het idee dat want het kost ook allemaal geld. Is het idee dat daardoor de millennium meer zijn gaan leven bij mensen? Nou, het doel was om het bewustzijn te vergroten. Ja. Nou, moeten kijken hoe het nieuw kabinet daar invulling aan wil geven. Maar het is denk ik op zich is er meer reden dan ooit om uit te leggen waarom we moeten werken aan ontwikkelingssamenwerking, waarom we nog 0,7% van ons bruto nationaal product uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. En dat niet alleen maar de neiging is om naar binnen gekeerd te zijn, hè? Om ons vooral te richten op onze eigen interne problemen, is het juist nu van belang om uit te leggen waarom het goed is om iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking en aan de millenniumdoelen. Die zijn natuurlijk een internationale, ja, staan ze symbool eigenlijk voor de ontwikkelingssamenwerking. Ja. En ze zijn concreet en daarmee kunnen we er wat aan hebben. Dus ik denk op zichzelf dat er een reden is om dat juist nu te blijven doen. Eigenlijk meer dan ooit. Of je tevreden bent, ik geloof dat 50% van de mensen de millenniumdoelen kent. En ik geloof dat 23% of zo er ook echt eentje kan noemen. Ja, is dat goed of is dat niet goed? Dat is lastig te duiden of je daar tevreden mee zou moeten zijn. Je zou natuurlijk graag willen dat meer mensen ze kennen. En belangrijk vinden en daar ook iets aan doen. Ja. En daarom is het dus ook goed dat gemeenten dat willen doen. En nou ja, het is verder op zich niet aan ons om te zeggen hoe ze dat per se moeten doen. Wij kunnen ze adviseuren en daar overleggen met de VNG hoe je dat zou kunnen doen. Maar het is op zich aan de gemeente zelf om daar invulling aan te geven.